De muzikale klanken klinken al weken in het huis van Tim Niens uit Maasbree. De vastelovend is, zoals ze zeggen, met de paplepel bij hem ingegoten. Ja, het is echt super chic om mij te mogen maken. En jullie hier ook. En ik had dat niet verwacht. Maar ja, dat zeggen ze natuurlijk allemaal. Nee, ik vond het echt chic om te mogen doen. En echt, we hebben al zoveel lol gehad. We zien pas 2 weken goed, 3 weken goed. Maar echt, elk weekend is top. Ik heb van toe van kleins af aan mij opgegroeid. Pap is prins geweest, mam is een keer broed geweest met de Boer Broelhof. Mijn broer Guus en mijn zus Jenny zijn allebei jeugdprins en jeugdprinses geweest. En ik ben zelf adjudant geweest bij Mina Adjudant, bij Daan, in de jeugdraad. Elke carnaval in Bree hebben we wel meegemaakt. En dan word je gevraagd om prins te worden. Ik zat hier toe op de bank en ik werd gebeld door de voorzitter van de NAP, Paul Bout is dat. En hij belde me af en zei, ik ben best aan het doen en wie gaat het? En ik zei, ik zit goed op de bank. Als de vrouw ook toe is, ja, die ligt nou liggen aan in bed. En hij belde me en vroeg, ja, we zitten hier bij je met de prinscommissie. En volgens aan voor zich dit jaar, komend jaar, of zich dan groot heerser was weer van Bree. Prins was weer van de NAP. Ja, en volgens mij heb ik eerst een minuut helemaal niks gezegd. Ik was helemaal verbaasd. En toen heb ik hem toch wel even gevraagd, mocht er een avond over nadenken, een nacht over nadenken. Ook om even met Lenny te bespreken, dat is mijn vrouw. Ik zeg, dan bel ik tegen morgen of eind deze dag bel ik tegen wat terug. Oh ja, dat is goed. En een nacht over geslapen. En eigenlijk was ik het al, in mijn kop was ik het al. Ik dacht, wat wil je doen? Maar een dag daarna teruggebeld en ik zeg, ja, dat gaan we doen. Ja, had je dan Daan, dat is mijn beste kameraad, die hebben we een beetje hier naartoe gelokt. Lenny heeft hij gelokt, wil ze een keer hier komen eten. En hij heel druk met werk, dan komen we wel een keer langs, dat is leuk. En hij heeft voor hem een kleinigheidje gekocht. Ja, dat was allemaal heel spannend om dat te vragen. En toen was ze hier kwamen eten, hebben we hem dat gevraagd van, ja, wil ze komend jaar, wil ze adjudant weer van mij? Of van de grote prins? Oh. En we waren heel verbaasd, is dat ook een beetje te horen. En hij reageerde super enthousiast. We waren echt wel heel erg spannend om te vragen, maar ook wel een leuke reactie dan te krijgen. Ja. En bij Manny was het eigenlijk zo, die woont hij twee straten verderop. En Lenny en ik waren over aan wandelen, wel met bewuste doel om bij Manny eindelijk goed te komen. En daar kwamen ze net terug van een etentje, stamden uit de auto. Hallo. Kom je doen? Zit je wandelen? Ja, we zien wandelen. En waar gaat je naartoe? Ja, we zien er eigenlijk al. Wat, je ziet er al? Oh, ja, kom maar binnen, wil je tas koffie? En Manny zoekt hij over eerst bij de NAP. En die hebben ze toen gevraagd of hij gewoon bij de rood woei. Dus ik dacht, ga ik Manny eens vragen wie dat is om bij de rood te zitten. Of er veel verantwoordelijkheid is, of veel tijd kost. Maar ik was al precies wat allemaal gewonnen was. En hoeveel tijd dat ging kosten. De Manny heb ik eerst een beetje oor en poot gehoord, dacht ik. En toen hebben we hem ook gevraagd of hij misschien wat meer verantwoordelijkheid wil hebben dit jaar met de carnaval. Ja, of de adjudant weer van de grote prins. Weet ze weer de grote prins, hier dan. Ja, dat was ik. Dat was ik zelf, ja. Muziek speelt een bijzondere rol in het leven van Tim. Hij won vorig jaar de liedjesavond van Den Hap met Kloekslaag. Verder speel ik nog in 2 bandjes. Een scheurriezer, carnavalsband. Dan spelen we in Bree omstreken met de carnavalseizoen. Treo er veel mee op. En een band All Gin, een beetje een rockcoverband. Spullen nog in. Heb ook in Bree en omstreken spullen we regelmatig. En verder, ja, in Bree van familie Niens. Yes. De naam is bekend. Mijn spreuk is met de bekkers werm en de juist net gewoon je duchte goede plaat. Dus geniet ervan. Ben niet te braaf. Verse wets is het alaaf. Een leuke woordspeling erin. En de bekkers werm, dat is eigenlijk de vriendengroep van mijn adjudant Manny. De jasnaad, de naad de jas, dat is onze eigen vriendengroep, ook van mijn andere adjudant vandaan. En ja, de rest is gewoon een leuke zinspeling. Die heb mijn creativiteit op losgelaten, ja.
Thank you.